kletsmajoor. Hé! Hey. Nou, die wilde er heel graag uit. Hoi! Hallo! Oh, al spinnend. Wat een koffie. Hallo, leukert. Jeetje. Wat een vrolijke Frans ben jij. Door. Heel even je bandje af. Zo. Goed zo. Gaan we eerst eens even een beetje knuffelen en stiekem voelen waar de problemen zitten. Nou, wel wonderbaarlijk hè, dat zo'n kat die best wel een verleden heeft en helemaal de trip uit Dubai heeft doorstaan, dat hij zo lief is. Dus hij is wat dat betreft gelukkig niet heel erg getraumatiseerd. Gezellig hoor. Hé. Hey. Nou, ik voel al direct hier aan de achterkant. Dat gaan we inderdaad even kort maken. Vind je dit misschien lekker ruiken? Vind je dat lekker ruiken? En ik voel ook klitten ontstaan op de borst. Hier op de buik. Dus ik ga die buik moet ik kort maken, want daar zitten echt klitten in en dat is natuurlijk niet de bedoeling. De bovenkant voelt eigenlijk best wel goed aan. Oh, wat gezellig zeg. Wat gezellig dat je valt bijna om uit enthousiasme. Hey. Nou, de eerste kennismaking is al prima. Ja. Zo blij dat je uit je hoekje mag. Hey. Wat een lekker snoetje heb jij. Ja. We moeten eerst uitgebreid knuffelen, dat zie je wel. Ja. Goed zo. Eerst eens eventjes de nageltjes knippen. Dat doe ik puur uit eigen bescherming. Je pootje even vasthouden. Maar dat doen jullie zelf volgens mij ook al, want die zijn vrij kort. Ja, die kan ik niet nog korter knippen, zie ik. Nee, dat hoeft niet. Nou, dat scheelt alweer. Hoe kom je voor de massage? Nou, dat komt wel goed dan. De kam die ik adviseer om te gebruiken, dat is een grove metalen kam. Dus ik weet niet wat voor kam jullie in huis hebben, maar alles met mesjes of dat soort dingen, dat kan je beter niet gebruiken. Kijk, het is niet een doel om zoveel mogelijk haar uit een kat te trekken, maar wel om die vacht, klit en vilt vrij te houden. En te maken natuurlijk. Nou zeg, voor mij mag je de hele dag wel blijven. Het is dat ik nog meer katjes heb staan. Ja. En ik zal zo meteen ook een folder meegeven. Daar staan ook allemaal tips en tricks in. De beste kam heb je altijd bij je, dat zijn je handen. Dus blijf gewoon elke dag goed tot op de huid voelen. Heel goed. Heel goed. Oh, dat is het allerlekkerste, hè? Ja. Oh, ga helemaal vallen en zo. Ja, die buik is heel rommelig. Die kan hij natuurlijk door dat platte kopje kan hij dat niet lekker bijhouden. Oh, lekker zeg. Ja, dat haar onder de poten, dat hoort daar gewoon. Dus ja, dat kan je wel kort knippen. Maar het heeft echt geen enkel voordeel voor de kat. Het hoort eigenlijk gewoon ook bij de kat, bij de dras. Ik heb zelf twee langharige katten. Die hebben allebei van die schattige pluisjes. Gaan we eerst eens jouw buikje even kort maken, want er zitten allemaal klitten in. Ik denk dat je blij bent als dat weg is zometeen. Ja, mag je straks ook even een rondje lopen hier? Dan kan je alles bekijken. Is dat een goede deal? Is dat een goede deal? Maak we ook even je achterkantje kort, want hier zit inderdaad allemaal rommel in. Goed zo. Goed zo. Oh, dat is lekker. Nou, niks gelogen. Het is inderdaad echt een schatje. Ja, ben je zo lief.
even het scheerapparaat aan, kijken wat de reactie is. Nou, ga je liggen? Dat is ook leuk hoor. Dat mag. Kijk, je ziet eigenlijk rond het kopje ontstaan er allemaal klitten en narigheid. Zo. Zou je het nou zo een beetje kunnen doen? Hé? Hey. Lekker bewegelijk. Goed zo. Heel zachtjes. Hier zit het helemaal vast. Dit is verfilting. Dus dat moet echt geschoren worden. Dan zal hij wel heel blij mee zijn als dat zo meteen eraf is. Want het trekt natuurlijk heel erg aan de huid. Nou, goed zo. Even je pootje optillen. Nou, hier zit het ook helemaal vast. Goed zo. En het doel is om zoveel mogelijk haar op de kat te laten zitten. Want die vacht heeft een hele belangrijke functie. Het zorgt dat de kat warm blijft in de winter en juist koel in de zomer. En daarnaast beschermt het die tere huid van de kat. Dus het moet echt wel, ik doe altijd mijn best om zoveel mogelijk haar er juist op te laten zitten. En niet om onnodig te scheren. Daarnaast is de kat met vacht veel gelukkiger. Maar mag ik even in jouw bekje kijken, heel voorzichtig? Door dat kleine bekje is het natuurlijk goed om wel elk jaar even... Oh, kijk, vliegen vogels voorbij. Staan hier voor een groot raam. Dus ik... Oh ja, ik heb ze ook gezien. Heb je ze gezien? Ik heb ze ook gezien. Zit daarboven, zit hij. Dat was leuk, hè? Ja. Dus het is wel goed om elk jaar eventjes na te laten kijken bij de dierenarts. Want het is nou best wel een verwrongen bekje, noem ik dat maar. Dus het is allemaal heel klein. En de kans op tandproblemen is dan best wel groot. Ik zie nu ook al wat tandstenen en dat soort zaken. Goed hoor. Hé, echt goed doe je net. Dit is een geurstokje. Ga je ermee spelen? Heb je geen zin om te spelen? Goed zeg, doe je net. Jeetje. Heel goed. Mocht hij even geen zin meer hebben, laat hem hier gewoon lekker een rondje lopen. Maar het is goed dat je een afspraak hebt gemaakt, want het is inderdaad wel nodig. Het is een beetje een slordig vosje, hè? Zo. Je bent een beetje rommelig. Maar dit is dus de kam die ik zelf het vaakst gebruik. En in de folder die ik meegeef, er staat ook nog heel veel tips en tricks. Dus lees dat straks ook vooral door. En mocht je daar nog vragen over hebben, kun je natuurlijk altijd even een appje sturen. Goed zo. Dus hij wordt er niet per se mooier van hoor, van een bezoek naar mij. Maar het is wel beter voor de kat. Dus ik ga niet katten in een bepaald model knippen. Dat had ik natuurlijk ook al een beetje op de app uitgelegd wat mijn werkwijze is. Ik trim puur in het belang van de kat. En dat is niet in een bepaald model knippen. Meer gewoon praktisch, waar voelt de kat zich het prettigst bij. Zoals die buik, die moet ik gewoon scheren. De onderkant, dat zit echt onder de vilt. En ik snap dat dat thuis lastig is bij te houden. Net zoals dat hij een korte bips krijgt zometeen. Omdat er nog wel eens wat in blijft hangen. Hier achterop is het ook met vilt. Dus ik ga even een korte eyepauze inlassen. En dan ga ik verder. Maar het doet inderdaad super.